Wat is jullie motto dit jaar? Wij vieren een knallend spektakel. Carnaval is elk jaar een spektakel, is een groot feest. En wij wilden dit jaar een beetje de symboliek maken naar knallend spektakel. En dat dan figuurlijk uitbeelden. Jullie hebben gekozen voor een wagen. Waarom een wagen? Wij bouwen al 35, 40 jaar een wagen. Dus wij weten niet beter, voor ons is het een wagen als we bouwen. En ja, daar houden we aan vast. Zolang we de animo hebben en de mogelijkheden om hem te bouwen, blijven we een wagen bouwen. Wij doen niks meer met gaas, hè? Wij doen, nee. Ik krijg daar allemaal handen kapot. Hoe maak je het dan? We maken een ijzeren frame, karton erom, spuitlijm erop, foam erop, pier erop, klaar. Het klinkt heel simpel. Het is ook simpel. Ja, maar het lijkt ook alsof het heel snel af is. Nou, het gaat een stuk vlugger als met gas. Als je nou ziet dat wij hier 4 weken bezig zijn. En je ziet wat er staat, dan komt het allemaal goed, hè? Wat is jouw specialiteit? Het plakken van de poppen. Precies mijn element. Nee, ja. Was en kook hoor ik hier net. Maar nee, ja, eigenlijk wel meest het plakken. De dames plakken meestal. We hebben een paar heren die heel goed kunnen lassen. We hebben een paar heren die goed kunnen schilderen. Dus iedereen heeft zijn taken hier. Maar ja, als er iets moet gebeuren, dan doen we het allemaal. Nou, je bent allround dus. Ja, oké, zo kan je het ook noemen. Oké, wat is jouw specialiteit? Bier drinken. Wij beginnen meestal zo net na de zomervakantie met een brainstormavond, waarin we gewoon proberen tot een idee te komen. Wij betalen allemaal een klein bedrag aan contributie, waar we proberen de kleding en de basisonkosten uit te vergoeden. En verder proberen we zoveel mogelijk te recyclen en alles te bewaren wat we van voorgaande jaren hebben. Door het jaar heen verzamelen, mensen die aan het verbouwen zijn en die we hout over hebben of we ijzer over hebben of verf. Zeg Linda, wat ben jij precies aan het doen? De pop aan het plakken, voor de eerste keer. Ja. Is het de eerste keer dat je meehelpt? Nee, de derde keer. Maar het is de eerste keer dat de pop de eerste laag krijgt. Hoeveel lagen krijgt hij dan? 2. Daarna wordt hij geverfd en wordt er effect op gemaakt en dan wordt hij nog afgelakt voor de regen, zodat er geen weersinvloeden op kunnen komen. Het is een vereniging, hoeveel leden telt de vereniging? Het wisselt een beetje per jaar, de ene keer valt er iemand af, dan komt er weer iemand bij, maar we hebben wel altijd een beetje een gemiddelde van man of 40, 45. En dat zijn dan de volwassenen met de kinderen, de maatjes en de minimaatjes. We hebben wel een beetje een harde kern van mensen die er eigenlijk bijna altijd wel zijn. Dat is een man of 10. En er zijn er gewoon ook een aantal of met kleine kinderen of die gewoon druk zitten met hun werk. En die proberen elke week toch wel 1 of 2 keer te komen. Oké, wat is jouw specialiteit? Bier drinken. Wat? Bier drinken. Wat? Ja. Kwatsen. Ja, een van de onderdelen voor ons om een leuke carnaval te hebben is om mee te doen met de optocht. En de voorpret is wat dat betreft zeker zo belangrijk als de dagen zelf bij ons. En die voorpret is er zeker wel? Sorry? De voorpret is er zeker wel? Ja, absoluut. Ja er wordt altijd een hoop plezier gemaakt. Er wordt hard serieus gewerkt. Het is niet zo dat als we binnenkomen mensen meteen aan het bier schieten en dat bouwen is. Bier drinken. Nee, we hebben echt wel gewoon een aantal uren op een avond of op een dag dat we echt serieus hard aan het werk zijn. Kwatsen. Zijn. En natuurlijk sluiten we dan af met een pilsje of met een frikandelletje of net wat. Maar we zijn hier om te bouwen en daaraan beleven we gewoon sowieso al veel plezier. Dus. Ja, wij zijn spekken dadelijk. Wij hebben een spektakel. Dus dat komt helemaal goed. Hopen we. Ja, carnaval is toch geweldig? Ja, dat is het. Daarom doe je het. En als je het zelf maakt, is het ook nog mooier om te winnen ook, toch?